De perceptie van Suriname met betrekking tot de financiële dienstensector moet worden verbeterd middels samenwerking. Dit zal volgens Roy Bainet Pandey, vertegenwoordiger van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit, voornamelijk moeten gebeuren met buitenlandse actoren. Bainet Pandey sprak tijdens de afsluiting van de American Chamber of Commerce Banking Seminar in Hotel Torarica ook over het zwaar negatief beeld dat gevormd is over Suriname als hoogrisicogebied ten aanzien van het betalingsverkeer en dat dit positief moet worden. Zowel het nationaal betalingsverkeer, welke voor een belangrijk deel via banken wordt georganiseerd, maar ook en met name het internationaal bankverkeer, waar Terrence Bonnes net erover heeft gehad, de correspondent bankrelaties, gaan gepaard met integriteit van het financieel systeem. En als u met mij kijkt naar de perceptie in de internationale documentatie over Suriname, dan wordt ons land afgeschilderd als een hoog risicogebied, van, met name vanuit drugs in- en uitvoer. Niet dat we drugs en met name cocaïne hier verbouwen, maar het feit dat je als land open grenzen hebt die misbruikt worden voor in- en uitvoer. Bainet Pandey zegt dat door de slechte controle er eigenlijk bot gevangen wordt. Verder wordt de niet gereguleerde kleinschalige goudsector ook genoemd in officiële rapporten van de Organisatie voor Amerikaanse Staten. Maakt dat de perceptie van Suriname internationaal heel veel negativiteit in zich heeft. Dat heeft repercussies voor het land. En dat betekent dat instituten in Suriname in partnerschap met buitenlandse entiteiten, en ik reken daartoe ook de ambassade van Amerika, voor deze activiteit heel erg functioneel, die zullen er alles aan moeten doen om in de komende tijd de perceptie van Suriname te verbeteren. Bainet Pandey zegt dat de regering is gaan werken aan verbetering van de financiële dienstensector door verbetering van het integriteitssysteem.